vloeiende lijnen. Ja, bijvoorbeeld dit. Betekent een eenvoudige vis. Als we een oog in de vis willen maken, kunnen we die niet zo erin hangen. Want dan zit die nergens aan vast. Dus we moeten een pennetje maken daaraan vast. Je kan deze in één keer buigen, zodat je maar één soldeerpunt hebt. Maar je mag ook een rondje buigen met twee soldeerpunten. We gaan zorgen dat we niet te veel soldeerpunten hebben. We geven de soldeerpunten aan. Dit is 1, 2. Dit is een kruispunt. Even vast solderen. 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9. Lang. Je zit ook nogal dik bij elkaar, dus let op jongens dat je elkaar niet in de ogen tikt. We gaan nu de draad proberen te buigen naar het model. Soms hebben we niet zo'n grote ronding, soms hebben we een kleinere ronding. Wat kan je doen? Je pakt de draad vast en trekt hem hier langs op. Kijk, heb je al een mooie ronding. Nou heb ik een beginpunt gemaakt, hou hem goed vast en buig hem de andere kant op. Je zult zien dat hij aan die kant ook iets terugbuigt, dus het is een kwestie van geduld en langzaamaan buigen. Dan kan je deze pakken, pak je die hier overheen en trek je hem daar overheen. Ja. Zodat je en zorg dat je vlak blijft. Zo, ja. Vlak blijven werken. Zie je, die is te ver gegaan, dus dan druk je hem ietsjes terug. Op het moment dat je de buiging erin hebt zitten, kan je nog een klein beetje schuiven met de draad, zodat die op de juiste plek ligt. Dan pas pak je een kniptang en knip je hem op het soldeerpunt af. Die hou hem er weer precies op en ga naar daar. Pak hem even vast met je vinger op de juiste plek. En als de draad op maat is, gaan we hem met een paar puntjes vastplakken. Met een stukje tape zorg je dat hij op een paar plekken vast ligt. Wil je bijvoorbeeld een oogje maken, dan hebben we daar een draadbuigertje voor. Dan kan je gewoon een stukje ijzerdraad buigen rond die pen. Kijk, zo. Dan hebben we een oogje. Wil je nou het pennetje van het oog in het midden hebben? Pak je hem met een tang vast en buig je hem recht. Ja. En dan heb je hem. Na het solderen gaan we eerst zorgen dat de punten eventjes lichtjes met een schuurpapiertje eroverheen doen. Hou het een en ander goed vast, zodat je niet alles uit elkaar trekt. Dan pakken we uit het flesje, even met het borsteltje een klein beetje pasta, niet te veel, klein beetje pasta op de plek waar je soldeerpunt zit. Houd de soldeerboot even op het metaal, zodat dat metaal al goed warm kan worden. En voeg daarna de soldeertint toe. En dat kan ooit een beetje lastig zijn, maar dan moet je even een handigheidje in krijgen. Zie je? Ik ga jullie nou even laten zien wat dus niet de bedoeling is. Dat is dat er een hele grote klodder